Kerstdag 2. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen allemaal. Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Ik ben nog steeds niet helemaal beter. Zoals je misschien gisteren hebt kunnen merken in de vlog. Heb ik uitgelegd dat ik me de laatste paar dagen niet zo lekker voel. Dat ik wat grieperig ben. Ik ben ook ziek geweest afgelopen week. Maar het zit er nog steeds in. Vannacht werd ik echt heel erg beroerd wakker. En ik kwam niet meer in slaap. Dus ik heb heel slecht geslapen. Maar ja, het is vlogmas dag 2. Dus we gaan gewoon lekker door. Ik ben net wakker. En dan pak je natuurlijk gewoon gelijk die camera op en zet je je kerstboom aan. Ik ga me even lekker klaarmaken en als ik klaar ben, dan spreek ik jullie zo weer. Even kijken wat ik aan doe. Misschien normale kleding, misschien lekker chill kleding, pyjamaatje, dus zondag. We weten niet wat we gaan doen, ik ben benieuwd. Zondag. En eigenlijk is zondag een chill dag, maar ik dacht vandaag, weet je, we gaan gewoon even een beetje uitpakken. Ik heb een beetje make-up opgedaan, waarom niet? Ik heb wel comfy kleren aan. Ik heb gewoon lekker deze sweater aan en een zwarte legging en gewoon lekker mijn slippertjes. Gewoon heerlijk chill. Wij leven inmiddels... kwart voor elf geweest. Maar... dat betekent wel dat we nu nog dingen te doen hebben. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Ik heb trouwens gisteren mijn achtergrond veranderd van mijn telefoon. Ik vind hem zo leuk. Hij is zo kerstachtig. En dit hoesje. Ik verwissel heel veel tussen hoesjes. Maar dit hoesje blijft nog steeds echt mijn favoriete hoesje. Deze kostte me wel €15 bij de retail. Dus geen sponsoring. Maar de hoesjes die daar vandaan komen vind ik vaak altijd gewoon heel erg naar en rot. En ze gaan stuk en ze worden lelijk. Maar... deze vind ik echt heel erg fijn. De omleiding is gewoon zwart en de achterkant is grijs. Maar het is stof. Dus het is ook lekker warm. Het heeft een beetje grip. Dus dat vind ik wel heel fijn. Maar daar ging het niet om. Want we hebben natuurlijk nog wat te doen. En dat is de adventkalender. En don't mind al deze rare spullen die hier bovenop staan. Want dit moet ik nog een keer uit gaan zoeken. En dit is mijn neusspray en mijn fix voor 's avonds. Want ik ben nog steeds een beetje grieperig. Dus dat heb ik gewoon nodig. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat hierom. We gaan dag 2 zoeken. En ja. Dit is nog best lastig. Omdat ze ook gewoon aan de buitenkant zitten. Oh, ik zie hem. Hij zit aan de binnenkant. Dat is mooi, want dan kan ik jullie gewoon hier neerzetten. Even kijken hoor. Is er een opening? Ik zie geen opening. Oh, hier. Ik wil die deurtjes altijd zo... netjes mogelijk openmaken. Maar dan wil ik ze er ook gelijk afhalen. Yay! Wat hebben we vandaag? Moisturizing body milk. Oh, nice! Oh, we hebben een body milk vandaag. En ik vind het zo leuk, want ze zijn zo klein en schattig. Ah, echt heel fijn. Die is echt leuk. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik hou heel erg van die verzorgingsproductjes, dingetjes. Dus dat vind ik wel leuk. Dag 2 is gedaan. Ik ben er ontzettend blij mee. We hebben een nagellakje en een body milk. En ik zit al stiekem te kijken naar dag 3. En die zit hier. En die is heel groot. Die is echt over de hele breedte. Spannend. En ik leg alle deurtjes leg ik hier niet, omdat ik ze nog niet weg wil gooien. Beetje raar, maar oké. Planning voor vandaag. Ik heb eigenlijk maar één ding op de planning staan. Ik heb de video gisteren al geëdit, dus dat hoeft niet meer. Dus ik heb nog één ding op de planning staan. En dat is de kerstboom. Ik ga de kerstboom vandaag helemaal kerstklaar maken. Eigenlijk niet vandaag. Dat ga ik gewoon nu doen. Ik heb nu niks te doen. Ik ga beneden even wat drinken pakken. Ik ga lekker kerstmuziek opzetten en we gaan de kerstboom doen.
huis helemaal kleurrijk. Ik vind hem zo gaaf. En kijk, ik had kleine balletjes. En die heb ik hier boven mijn bed gehangen. Hoe leuk! Ik ben zo blij met het resultaat, echt. Ik vind het zo mooi. Het ziet er echt gewoon zo leuk uit. Het is gewoon kleurrijk. Het is zo leuk. I love it. Oh, ik kan echt niet wachten tot kerst. Ik heb er zoveel zin in. Maar de kerstboom staat. Hij is klaar. Het heeft me 2 uur geduurd, denk ik. Echt, ik moest al die dingetjes doorheen, ook door die touwtjes. Maar hij is klaar en ik ben hier heel erg blij mee. Het is echt leuk. Ook boven mijn bed. Als dit dan s'avonds aangaat zo. Dan zie je straks ook al die balletjes. En het licht weer kaatst natuurlijk in. En oh, het begint zo leuk te worden. Goed, het is 12:15. En dat betekent dat het wel even tijd is om te gaan lunchen. Dus goed is dat mama wat afbakbroodjes gemaakt. Dus die ga ik eventjes lekker eten. En ik ga deze draak ook even naar beneden brengen. Want deze is echt gefascineerd op de kerstboom en de balletjes. Hij is er continu naar aan het kijken. Hij zit ook echt gewoon zo. Hij is continu aan het kijken naar de kerstboom. Hij vindt het zo leuk. Ik vind het zo mooi, Rio. Ja, kom eens. Kom eens hier. Vind je het zo mooi? De kerstboom. Mooi, hè? Kijk, zeg maar hallo. Geef een kusje. Ah, goed zo. Nou, we gaan even lekker eten. Misschien dat jullie afvragen van, joh, wat is dit voor ding? Dit is een 5-minute chef. Je kan hier eigenlijk gewoon alles in doen. Ik heb hier nu lekker wat ei in gedaan met paprika en bacon. En eigenlijk wordt het dus gewoon een gebakken eitje. Maar omdat het bij mij paprika zit, moet hij ietsje langer dan normaal. Maar vaak is het gewoon 1 minuut aan de ene kant en dan moet je hem op zijn kop draaien. Moet je hem gewoon zo omdraaien. En dan de andere kant 1 minuut en dan is het klaar. Het is voor vlees, het is voor een cake. Gebakken ei natuurlijk, wat ik nu aan het doen ben. Maar het werkt echt hartstikke goed. En ja, ik zag lekkere pistoletjes liggen. Dus ik denk, ik doe er lekker een gebakken eitje op. Is toch lekker. En het is zo klaar. Dus dat is ook wel fijn. Je hoeft geen pannenvies te maken. Je kan hem ook gewoon afdoen met een doek. En dan is het klaar. Lang leven toen niet even shoppen. Christmas. Ik zit net door mijn abonneeslijst te kijken en het staat compleet vol. Het staat compleet vol met allerlei video's met Vlogmas Day 1, Vlogmas Day 1, Vlogmas Day 1. En ook mijn video gaat over een paar uur online. Het is nu 16:45. Over 2 uur en een kwartier gaat hij online. Ik heb er zo zin in. Elke dag om 7 uur. 'S Avonds komt er een video online. Elke dag gaat mijn video dus om 7 uur online. Dit doe ik voor mezelf om een beetje speling te geven. Omdat ik natuurlijk ook op school zit. Wat betreft de vlogs van de komende weken eigenlijk. Ik zit op school. Dus het is altijd maar de vraag wat ik die dag kan filmen. Dus het zullen door de week misschien wat mindere video's worden. In het weekend zijn ze waarschijnlijk iets langer omdat ik iets meer doe. Dus het is een beetje aankijken hoe dit allemaal gaat lopen. Maar ik heb wel honger. Het is 16:45, ik heb honger, ik ga eten, ik ga Rio meenemen, want hij zit nog steeds in mijn kamer. En ja, dan ga ik even lekker eten. Ik heb trek, ik denk dat ik iets van groente ga eten, we hebben er geen vlees uit gegooid. Beetje dom. Dus ik denk dat ik iets van een hamburgje onder de grill doe als vlees of zo. Lekker wat groente, ik heb wel trek in wat groente. Trek en boontjes, ik weet niet waarom. Ik heb echt wel heel erg trek en boontjes, dus ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. En ja, kijken wat er nog meer in huis is. Hallo, het is inmiddels avond. Ik heb net gegeten. Rio gaat zo slapen en ik ga zo editen. We hebben een hele lange dag op zitten. De kerstboom is vandaag klaar. En ik heb nog heel veel kunnen doen aan school ook tussendoor, dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb lekker met Rio gekroeld vandaag. Nee, draai eens om, dat is niet zo gezellig. Kom, draaien.
draaien. Ja, dat is beter. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij de nieuwe vlogmas. Doeg! Doei!